plein van 100. Linksaf. Gravenberg en goal! Berghuis! Daar komt Berghuis weer aan de bal en de voorsprong is er. Does it again. Een geweldige aanval van Ajax. En daar de kans op de treffer. En Berghuis van dichtbij ineens dan toch raakt. En erin. Prachtige goal. Als Berghuis het kan beslissen en dat ook doet. 2-0. Steven Berghuis. Bergkats with the nutmeg. The crowd enjoyed that one. En het is 2-0. Allee, krijgt de zet en die zit er al in. Wordt Berghuis geplaatst. 2-0. Berghuis en de deflection. De kopbal en dan is het raak via Berghuis. Oh, Alvarez! Berghuis, mooie passeeractie. Bellenreuter blijft staan en daar is het gelijk via Alvarez. Dat is een vierde assist van het seizoen bijschrijven. Een stapje sneller denken dan de rest, dat is wat Berghuis met die paas doet. Uit de rebound wordt het hier 0-3. Berghuis en daar is dat goal over Ajax. Berghuis on the run. Kudus takes over. Oh, that is special! Schieten, Berghuis. Oh, ho, 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 ho. Berghuis richting de tweede paal in de goal. Zeg maar, toen ik klein was, begon ongeveer een beetje voetbal begon te volgen. Een beetje vanaf dit, dat ik het een beetje door had. Dus dan heb je Kifu van der Vaart, Galasek, Ibrahimovic, Maxwell, Emmanuel, Son Suarez, die tijd. Als je daar dan naar terug gaat, naar die tijd, dat je op tv zat te kijken naar zulke mannen en dat je er nu zelf in staat, is best wel bijzonder eigenlijk. Dat is het gevoel wat ik er nu bij krijg. Een soort trots gevoel. Dat ik eerst heel erg naar ze opkeek en dat het iets onhaalbaars is, was. Niet eens 100 wedstrijden, maar überhaupt spelen voor Ajax. En dat je er nu al 100 verder bent. Naast Define en onder Suarez. Dat is wel leuk. En ook na allemaal jongens, ook met wie ik nog heb gespeeld. Die ik heel erg mis. Ja? Ja, zeker. Steven Berghuis komt in de zomer van 2021 naar Ajax. 2,5 jaar later heeft hij al meer dan 100 wedstrijden gespeeld. En daarmee krijgt zijn portret een mooie plaats op de fotowand van de Club van 100. Voornamelijk die eerste weken vond ik, was mijn eerste voorbeeld bij Mirko is spannend. Alles, de overgang, hoe mensen op me vooral hier zouden reageren, hoe ik me zou aanpassen. Of ik het snel op het veld kon laten zien en daardoor ook dat sentiment een beetje mee kon krijgen. En uiteindelijk ben ik daar wel heel erg blij mee en ook wel trots op hoe ik ook dat uiteindelijk heb gedaan. Mijn allereerste wedstrijd Leeds thuis was mijn eerste keer in de arena. Dat ik echt zenuwachtig was, dat ik thuis echt had ik niet vaak gehad. Dat ik het zo spannend vond om te spelen, hier naartoe te rijden. Voor het eerst warming-up in het stadion, wedstrijd. Dus dat kan ik nog wel als de dag van gisteren herinneren. Die oefenwedstrijd tegen Leeds telt nog niet mee voor zijn statistieken. Zijn officiële debuut is begin augustus tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Ik merk dat de camera ook op jou gericht staat, dus dat de ogen op je gericht zijn. Grote wedstrijd. Ja, dit was wel meer gewoon, het nieuwe was wel een beetje vanaf. En nu gewoon eyes on the prize, die we uiteindelijk niet binnenhaalden. Maar over tot orde van de dag en de wedstrijd. Op het veld, dan gaat dat weg. Wat mooi om te zien. De uitwedstrijd bij Sporting geldt als een ander memorabel moment voor Berghuis. Daarin scoort hij zijn allereerste Ajax-goal. Daar is de kans voor Berghuis en daar is de goal! Wat een fantastisch doelpunt van Ajax! En Steven Berghuis doet het! Ja, hier kwam, heb ik wel eens eerder gezegd, hier kwam wel alles samen. De overstap naar Ajax, mijn eigen rol. Uit bij Sporting, 1-5 winnen, zo jezelf en het team zo op Europees niveau laten zien.
dat is wat ik zo graag wou. En dat kwam hier allemaal samen. In mijn goal, in het teamspel, in het resultaat uiteindelijk. Het was deze avond dat ik naar mijn kamer ging en dat ik echt zoiets had van ja, dit is het, weet je. Dit gevoel, deze manier van spelen. En de puzzel viel in elkaar voor mijn gevoel, waar ik al die jaren zo hard voor had gewerkt. En dan in avonden als deze zo meemaakt. Berghuis speelt dat seizoen al 46 wedstrijden. Eén periode springt er voor hem uit. We hebben natuurlijk die geweldige week met Dortmund thuis, PSV thuis. 4 en 5-0, dat is al natuurlijk ongekend. Ja, gewoon zwevend bijna die week. Dat je denkt van wauw, hoe we ook speelden en hoe dat in elkaar viel. En ook het team, zeg maar. En dan niet alleen de eerste helft, maar iedereen. Ik kan me nog een wedstrijd Cambuur thuis herinneren dat we 9-0 wonnen. En dat 9 verschillende doelpuntenmakers hadden. Dus Danilo kwam erin die scoorde, Neres kwam erin die scoorde, Darami kwam erin die scoorde. Dus je had echt dat gevoel, dat team, dat ging echt de lucht in met z'n allen. En dat vind ik persoonlijk het allermooiste, als iedereen daarin zijn rol heeft, happy is. En dat ook zo uitkomt. En dat was geweldig, die wedstrijden. Ik denk dat de wedstrijd Benfica mag ook wel, ook niet echt om, dat is wel een grote teleurstelling uiteindelijk geweest, omdat we echt het gevoel hadden als we die ronde doorkwamen dat we dan weer een boost kregen en dan zit je al in de kwartfinale. En dat was zo ongelooflijk zonde, tot op de dag van vandaag zo zonde, omdat je hebt het 2 jaar daarna gezien, dat je komt niet zomaar in zo'n positie. Dat seizoen wordt wel mooi afgesloten met de landstitel. Dit is, we gaan het gewoon doen, we gaan hem binnenhalen. Dat gevoel, de beloning, de bekroning voor het hele jaar is hier. En dan scoren in de kampioenswedstrijd. Ja. Ik vind het jammer dat ik niet anders heb gejuicht, maar ja, je hebt het soms niet onder controle. Hoe had je het dan willen doen? Even los van het struikelen weer? Ja, iets minder boos, iets meer genietend. Eerlijk gezegd. Ja, dat valt inderdaad wel op. Dat je, het lijkt alsof je je gram haalt. Ja, omdat we hadden het in het einde toch nog redelijk lastig. PSV die bleef kort en wij speelden wat puntjes. En het werd op een gegeven moment toch nog een beetje spannend. En ja, ik had echt het gevoel, dit is gewoon ons kampioenschap. En niet van iemand anders. En ja, dat kwam een beetje uit die dag met die goal. Maar achteraf had ik liever meer blijdschap of niet zo boos in ieder geval. Nee. Het tweede seizoen van Berghuis, waarin hij 42 wedstrijden speelt, verloopt helemaal anders. Ja, we verloren natuurlijk veel goede spelers. Die gingen weg. Ik moet zeggen dat we in het begin echt nog wel datzelfde gevoel vasthielden. En op een gegeven moment raakten we het kwijt. Ik heb me herinneren dat we uit tegen Liverpool verloren en daarna uit bij AZ. Toen kwamen we in een periode dat we het niet meer aan de gang kregen. En ja, dan in een groep gebeuren er ook veel dingen. Je gaat verliezen, spelers spelen niet, spelers worden gewisseld. En je merkte dat het niet meer zo hecht bij elkaar was dan het jaar daarvoor eigenlijk. Ja, hadden we ook geen recht op kampioenschap. Dit seizoen thuis tegen Brighton speelt Berghuis zijn 100ste duel. Een wedstrijd die hoort bij de slechtste seizoenstart van Ajax ooit. Ja, dit is heel extreem. Ja. Dus en je krijgt gewoon wat je verdient. Zo is het gewoon. En daarin moeten we weer opkrabbelen. Dus en dat zijn we nu langzaamaan aan het doen. Alleen we hebben nog heel veel stappen te maken, denk ik. En ook die challenge moet je weer aangaan. Ja, het is wat het is. Uiteindelijk hoop je daar niet op, maar moet het wel gebeuren. Wat is de allerbeste wedstrijd die jij persoonlijk hebt gespeeld? Ik denk Dortmund thuis. Ja. Ik denk dat ik daar zelf ook een niveau aantikte, op het allerhoogste niveau. Dat was echt genieten. En natuurlijk valt het samen met om je heen. Het team speelde geweldig. Ik denk dat iedereen ongelooflijk goed speelde.
En ja, dan gaat het allemaal vanzelf. Dan denk je niet na, dan is er geen tijd om na te denken. Je geniet, je zweeft, je dartelt over het veld. Berghuis is trots op het bereiken van deze mijlpaal. Maar er is één man die op eenzame hoogte blijft staan met 603 duels. Mr. Ajax, Sjaak Swart. Ja, nee, die gaan we niet halen. Maar die verdient hij ook. Want als je hem nu nog ziet bewegen over de toekomst, dan is het niet heel gek dat hij deze aantal heeft gehaald. Vijf keer 33. Dat is 165 plus 10. Die 10 erboven. Of 12, 177. Ja, best een select gezelschap. Best hoor. Wel, ja. Als je er zo over nadenkt. Als je gaat tellen hoeveel mensen in de historie van Ajax hebben gespeeld. En hoeveel uiteindelijk dan 100 hebben gehaald. Zo. Best verrassend, eerlijk gezegd. Ja. Maakt het nog mooier. Ja. Ben je zelf zo'n held? Ja, denk het. Dus misschien de jongetjes van de leeftijd van nu, die ik toen had, die daar ook nu naar ons kijken. En die er misschien over een aantal jaren zelf tussen staan. Ja.